DJ Janine Klaproos Tombola! Ja, lieve vrienden. Het is een moeilijke tijd geweest voor ons. Wij als risicopatiënten met onze hoge leeftijd. Maar niet getreurd. Wij hebben ons paardje gehad. En wij kunnen er tegenaan, dames en heren. Maar vooraleer dat we onze spetterende show gaan beginnen, hebben wij nog iemand op de kop kunnen tikken. Janine, onze enige echte dikke vriend van Spanje, de burgemeester van Benidorm, dames en heren. Hace tan solo dos o tres años en Los Ángeles asistía a una gala de beneficencia y estaba esperando en una mesa, pues tenía que soltar un pequeño discurso y estaba cantando en el escenario Taylor Swift. Estaba haciendo muy bien, terminó su actuación, salió del escenario y al pasar al lado de mi mesa se me quedó mirándome y dijo mi nombre y dice, oh, Antonio Banderas. Y yo pensé, wow, me conoce Taylor Swift, ¿no? Una sonrisa muy blanca, unas piernas muy largas y tal. Pero añadió inmediatamente, a mi abuela le encantan tus películas. Digo, dale un abrazo a tu abuela de mi parte. Zo, jongens en meisjes, dat waren prachtige woorden van onze burgervader uit Benidorm. En daarmee komen wij op onze volgende topic. Het eerste nummer ook. Janine, take it away. En Janine? Een konijn. Dat is een konijn. Een nummer? Ja. De winnende nummer is... En Janine, wat hebben die gewonnen? Een konijn. Ja, dames en heren, een dikke cheque van Horta voor de prijs van 4000 Belgische frank. Horta, uw partner voor tijd en dienst. Hebben wij voor u een pakketje Tena Lady, dames en heren. Wilt u een brief schrijven naar uw pennenvriend in Australië? Gebruik dan dit hypermoderne typemachine. En als derde fantastische prijs, dames en heren, wint u geen selfie-shoot. Nee, nee, u wint een fotoshoot met het enige echte portret van Paul Severs. En dames en heren, niet te vergeten, een van onze hoofdprijzen, dames en heren, is een enig echt shotje Maria. En het is tijd voor onze volgende nummer. Janine, take it away. En Janine? Dames en heren, het nummertje. En wat hebben ze gewonnen, Janine? Waar in Mijlsteen vindt u dit prachtig design? Dat Giovanni? Nee, Janine. Op het terras van Café Meltzer. Je mag daar met de voetjes onder tafel.
Derde nummerootje. Gaat naar de nummer. En wat hebben zij gewonnen, Janine? Ook een bon, maar deze keer van Bebronna. Ook daar mag je met het been onder tafel schuiven. Goedenavond allemaal. Mijn naam is Van der Plas Roger, ambtenaar op Rust, woonachtig in de Linde in Mareksem, het Rusthoofd. Ze hebben me gevraagd van Disco Bar Janine om een mopje te komen vertellen. Dus André en Roger, dat zijn eigenlijk twee goede maten van elkaar. En dat zijn eigenlijk heel goede, die jagen heel graag. Allee, die twee mannen, die gingen dan eens morgens vroeg, zijn die op pad en die pakken een geweer en een kogels en zo. En die gingen dan op stap voor te gaan jagen. Hè. Allee, die mannen, die liggen er al heel de ochtend te wachten op de fazant. En ineens, komt er een fazant op, zeg je, een fazant, geef me kogels, geef me kogels. En die steken die kogels in dat geweer en die schieten en dat zit helemaal vast, dat geweer. Die Roger die doet dat geweer open. Die zegt, godverdomme. Dat zijn godverdomme geen kogels. Dat zijn die zetpillen van mijn vrouw. Of dat is in een gat steken voor te kunnen kijken. Maar ze zijn mijn kogels. Die mensen kwaad dat ziet. Die pakt zijn telefoon en die belt met zijn vrouw. Maar ja, waar zijn mijn kogels, jongen? Waar zijn mijn kogels? Die zijn vrouw die antwoordt, weet ik niet wat daar de kogels zijn, maar ik heb hier ook wat vuren, zeg. Ik heb hier een scheid gehad en onze hond is dood. Ja, dames en heren. We lachen ons een beet af. En over een beet gesproken, bij de Van Oorik, kunnen er ook al eens in bijten. Ja, dames en heren, een enige echte koekendoos van de Van Oorik. Take it away, Jeannie. De numero. En heren, de klaproosfeesten die hebben heel vrijgevige sponsors, dames en heren. En dank u wel, want jullie hebben ook gesponsord. Maar DJ Danny, wij kunnen ook niet altijd leven zonder een sponsor. Daarom hadden wij even dit klein reclameblok ertussen geplakt. Ja, Janny, dan gaan wij naar het volgende nummerootje. Doe uw beste, Janny. En het winnende nummer is... Ja, dames en heren. Ze winnen het enige echte Framgin pakket van de dorpsburgemeester van Melcille, dames en heren. Een heerlijk pakketje. Zelfgebrouwen frambozen, gin en een frambozenbiertje. Frambier, dames en heren. Zeg, maar ik heb zo twee pakketjes. Dus Janine, trek nog maar eens een nummer open. Maar ook op een pakketje komen, dames en heren. Ja, jongens en meisjes. Met spijt in ons jong hartje moeten wij toch afscheid nemen. Want aan alle schone liedjes komt een eind. En als apotheose van de finale, dames en heren, brengen wij nog één laatste nummertje voor jullie. En wij hebben speciaal... onze kleindochters, waar we heel fier op zijn, Charity en Charissa, nog eens uitgenodigd om samen met ons een dansje ten berde te brengen. Tintwan, die zet hem terug achter onze draaitafel voor de laatste keer. En we geven er nog een lap op. Tot volgend jaar, jongens en meisjes. En dan gaan we terug live.
meisje, waar ga jij vanavond heen? Zeg eens meisje, ben je zo alleen? Zeg eens meisje, ik heb een idee. Zeg eens meisje, ik weet hier een leuk café. Zeg eens meisje, echt iets voor ons twee. Zeg eens meisje, ik wil met je mee. Ik wil met je meegaan, voor jou door het vuur gaan. Want ik vind je heel apart. Ik wil je leren kennen, jou is mijn verwennen. En dat komt uit heel mijn hart.